als een Japanse gangster het al te bond maakt, dan komt hij in de problemen met zijn baas. En dan moet hij zijn excuus aanbieden. Dan heeft hij een paar mogelijkheden om zijn excuus aan te bieden. Die beginnen heel eenvoudig. Door bijvoorbeeld heel diep te buigen en in het stof te gaan liggen, op de grond te gaan liggen. En te vertellen hoe vreselijk het hem spijt. Hij kan ook vervolgens nog zijn haar afknippen. En kaal bij die baas verschijnen. Dan krijgt hij waarschijnlijk een paar schoppen voor zijn kanus en een paar knallen voor zijn kop. Of met een houten boken, met zo'n houten samurai zwaard, een paar klappen. En als dat allemaal niet lukt, dan blijft er een laatste mogelijkheid over. Dat is het afhakken van zijn vingers. En dat moet je dan doen waar de baas bij is. Dus je die vinger gaat op de tafel, dan gaat er zo'n mes er overheen. En dan knakken ze dubbel. En dan moet dat, en dat kootje, dat doen ze dan in een zijden lapje. En dat bieden ze dan aan de baas. En de baas moet dan dat kootje aan zijn hart sluiten. En dan is zijn de zonde vergeven. In de Filipijnen zijn ze heel arm. Dus hoe smaakt de hond? Wacht even, in zijn ze heel arm. Ja. Dus eten ze hond. Dus deze gozer, Desi heette die dus het trouwen van Patricia en mij. Die hebben toen een hond gekocht, die heette Apollo. En die hond die moest, arme beest had zich helemaal verstopt, onder een stapel handen. Die slaan ze als een kop in met een hamer of ze verzuipen hem. En bakken hem op het vuur. En eet je de huid, eet je rauw, kilawine heet dat, dat is hondenhuid. Rauw? Ja, en die hond die wordt gebakken. Ben je er ziek van geworden? Nee, helemaal. Alleen alle andere honden gaan tegen je blaffen als je op straat loopt, want die ruiken die hond die je opgegeten. Echt? Ja, ja, ja? Ja. Voelde je je schuldig? Nee, waarvoor? Luister, op dat strand, je woont daar als hond. Ja. Er wordt geen no love over je heen gespoten. Die hond die neukt zich suf op die strandrand, die heeft het naar zijn zin, die rent heen en weer. Die heeft alleen een jonge leven. Die wordt niet geen flauwekul meer uitgehaald zoals hier. Die sterft niet van de kanker. Die wordt opgegeten. Ja. Ja, die zit in de voedselketen. Was het lekker? Ja. Maar wat vind jij ervan? Waarom kan een hond niet en een geit wel? Schat, je kunt ook pussy eten. Dat kan. Dat is echt leuk. Ja. Dit is een heel ander land. Amerika is ook een andere planeet. Zeker weten. Als je er goed over nadenkt. Dat is wel leuk, ja. Absurd. Ik bedoel, dat je staat daar in die woestijn te schieten met alles wat je maar kan bedenken. Een Gatling gun en een grote mitrailleur en nog een andere flauwekul. Dat kan eigenlijk ook alleen in dat land. Dat kan alleen in dat land. Dat is Hunter S. Thompson die een clip in het magazijn propt. Is die wat een bazooka geschoten? Ja. Echt? Ja. Op een busje vol benzine. Oh. Een Volkswagen busje waar ze allemaal benzine over een afstand. En dan gaat het hele busje gaat meters hoog de lucht in. Ja. Was dat? Ja, dat is leuk. Is het zwaar? Nou, nee. Nou, dat ding dat rost in één keer weg. Dat is meer een soort. Maar schieten is denk altijd je wel leuk. Denk je dat ik een bazooka zou kunnen afschieten? Nou, degene die jou dat ding laat afschieten, die zorgt heus wel voor dat je dat ding goed afschiet. Want anders leg je ergens in een hoek en schiet je de buren uit de tuin vandaan bij wijze van spreken. Dat er hoort wel wat instructie bij. Vond je sixte plek om naartoe te reizen? Nou, toen ik in 78 voor het eerst naar Japan ging, dat was wel een idiote. Want er was nog niet één bord wat je kon lezen. Alles was in Japanse tekens. Dus ik kwam er s'avonds laat aan en dan ben je echt gewoon op een andere planeet. Op een totaal andere planeet. En dat zet ik altijd wel leuk. Als je gewoon zo ver bij de realiteit vandaan bent dat je in één keer ergens op een andere planeet bent. Als je midden in de jungle bent. En